Er was eens een meisje. Die hoorde een kreet. Die loopte daar naartoe. En dat was een everzwijn. De everzwijn hield, want dat er een spin was. En dat meisje pakte dat spin en die loopt dat weg. Laat me niet alleen. Een heks heeft mij veranderd in een everzwijn. Ik ben eigenlijk een meisje uit Spanje. Oké dan, maar ik kan je niet brengen naar Spanje. Maar je mag wel met mij mee naar huis. Het bos veranderde opeens op naar water. Ze stapte in de boot en ze gingen naar huis. Het meisje zag opeens in de verte haar zus. Zus! En ze wou er naartoe lopen, maar waar het er zag, zijn haar zus verdwijnen in de verte. En daardoor loopt ze door. En opeens ziet ze haar mama en haar papa. Papa, mag je het everzwijntje bij mij blijven? Daar moet ik toch wel even over nadenken. Maar toch, ze mag blijven. En daarna mag je ze gaan slapen en na 100 kussens werd ze tief nog. Hey, hallo, jullie zijn zo raar. Wie zijn jullie? Lang geleden leefden we heel gelukkig. We springden, we dansten, we zwemden in de gracht van Mechelen. Een heel onverwachte dag kwamen er twee boosaardige ridders. Die trokken een grote stop van de rechtsweg. Al het water liep weg. Sindsdien konden we niet meer zwemmen en kregen we blaar op onze voet. De ridders lieten de ooievaars los. We vluchten naar de Sint-Trombaatstoren en vlogen naar. Op Mars is die echt keizalig. Er zijn tenminste geen ooievaars die ons kunnen opeten. Oh ja, yeah, cool baby! Het verhaal gaat over een meisje en een eerhoorn. En het papa vertrok met zijn koffer. Toen liep het meisje wenend naar haar bed en viel in slaap. En dan kwam de eenhoorn. En de eenhoorn vroeg: wil jij een ritje maken op mijn rug? Mijn papa zit aan de andere kant van de wereld. Ik wil hem graag gaan opzoeken. Kan je me er naartoe brengen? Geen probleem, ik zal het wel doen. En toen sprong ze heel schielijk op de eenhoorn en vloog ze weg.
heel hoog over kleine huisjes. Het leek precies of alle mensen mieren waren. Ze sprong naar beneden, naar de huisjes. En ze stapelde ze allemaal op elkaar. En dat werd groter en groter. En ze sprong toe op de eenhoorn en ze vloog verder. En toen ze aan de andere kant van de wereld aankwamen, zag ze een groot kasteel en daar vlogen ze naar binnen. En toen zag de papa, sprong op de schoot van haar papa. En toen werd ze gekroond als prinses en leefde ze nog lang en gelukkig.